Oké, we zijn nu bij de benzinepomp. Goedemorgen, het is vandaag 24 december en dat betekent dat het vanavond kerstavond is. Mijn kant of jouw kant? Mijn kant. En we zijn nu onderweg naar Almere, want we gaan een kat ophalen. En niet voor onszelf, maar voor een stel waar we vanavond mee hebben afgesproken. Zijn neef van Gier en zijn verloofde, die gaan 2 januari gaan zij trouwen. En we wilden alvast een heel mooi huwelijkscadeau geven, iets met een symbolische waarde. En ze wilden echt al heel lang een kat hebben en een niet zo'n normale, maar gewoon echt zo'n speciale Britse korthaar. En ik heb er eentje gevonden op Marktplaats. Dus daar zijn we nu naar onderweg. En dan gaan we kijken, want op dat plaatje zag het er echt zo lief uit. En ja, even kijken hoe die ook in het echt is. Ook qua karakter, dat is natuurlijk ook wel belangrijk en waar die is opgegroeid. Dan gaan we kijken, als die goed is gaan we gelijk meenemen en dan gaan we vanavond geven. Daarna gaan we boodschappen doen en dan gaan we vanavond met z'n viertjes eten. En dan gaan we een lekker cozy Christmas van maken. Kan naar hel of naar de hemel? Welke kant kies jij eens wat? Ik kies hel. Oké, dan ga ik naar de hemel, ja? Oké, rechts dus. Hel. Rechts voor hel, toch? Even kijken naar rechts, ja. Oké. Nou, we zijn al een paar uur verder. Het is nu 4:30. En we hebben de kat opgehaald. Hij is niet normaal lief. Echt super schattig. Hij heet eigenlijk Tabby, maar we gaan hem vanaf nu Odin noemen. Want zo wilt Hos. En zelfs de laatste waar we vanavond mee hebben afgesproken, zo willen zij hem noemen. We hebben net boodschappen gedaan. Hij zit nu naast me. Hij was ontzettend bang. Het is natuurlijk helemaal nieuw en zo. Hier zit hij. En straks als we thuis zijn, dan ga ik hem natuurlijk wel even uitgebreid laten zien. Maar ik wil hem verder even met rust laten. Zo. Hij laat het wel toe. Ja. Oh. Is kapot nu. Kijk eens, lovely. Kom dan. Ben je zelf houden, schat? Dat is van ons. Ja, we gaan hem weggeven. Blijf je bij ons? Zo, we hebben nu de tafel een beetje netjes gedekt. We gaan lekker gourmetten. En Sel en Hos zijn er ook. Hallo. En we hebben echt heel veel eten. Ze hebben ook heel veel eten meegenomen, heel lief. Dus ik ga nu even alles neerzetten en dan gaan we zo lekker aan tafel. Mijn moeder leuk. Ja, zo van ons samen. Hos, zei die wijn? Ja. Selfie. Ja, dan kan ik mijn moeder sturen, dat vindt het leuk. Proost. Op wat? Op liefde. Op liefde, geluk en gezondheid. En vriendschap. En vriendschap. Proost. Proost. Heel lekker. Wat? Moet wel aankijken als je het door ging slikken. Aan het einde van de morgen in Chapel. Hij is niet slecht. Nee, Jeff vindt ook lekker. We hebben het niet alleen. In de ik vind het leuk. Jij vindt het leuk? Jeff in de boeken. Yes! Hallo. Gelijk? Nee, dat is echt leuk. Voor jullie toekomstige aanwinst. Jullie zijn echt lief. Ja. Kijk hoe cute dit is. Nee, je moet wel kappen. Open. Open het maar. Het is een doos. Dit is jullie cadeau voor... Jongens, dat is toch helemaal niet? Nee, wacht. Oké. Okay. Dit is niet normaal. Nee! Oh. Hoe kom je hier? Nee! Mijn broer! Het is niet normaal. Kijk als jullie naar zijn gezichtje. Het is toch een baby. Kijk naar zijn gezichtje. Mijn water doet over! Nee, dit is niet. Kijk naar zijn gezichtje. Kijk als jullie. Dankjewel, dankjewel.
sta je. Ja. Dit is Odin. Prachtig beest. Wie mag maar beleven? Nee, nee, andere kant. Kom op en dans doen. Kom naar mama toe, kom maar. En dan zal ik de dag ongeveer rond de. Yeah. Dit is echt van mij gewoon hier. Dit is gewoon niet van ons. Dat is ook van ons. Van ons, hè? Ik weet niet wat je eigenlijk vraagt. Wat je zo, ronde 2. We hebben net die katten gegeven waar ze helemaal blij mee zijn. Dat was echt. Ja. Ja, nu eventjes weer even lekker dus verder eten. Want we hadden toevallig tijdens eten over katten. En Gio en ik konden het gewoon niet meer voor ons houden. We moesten die kat gewoon nu geven. Dus dat hebben we eerst gedaan. Nu gaan we weer lekker verder eten. En dan zo een kerstfilmpje kijken. En nu gaan we lekker een drankje doen. En een filmpje kijken. Oh ja, en een toetje. Toetje goed. En al die neefjes erbij. We kunnen wel zo lang zijn. Ik ben verliefd op die drie. Wat celletje daar, die familie daar. Ja, we worden wel lastig. Oh, lekker toetje. Dit is ons favoriete toetje. Dit is ons ding. In het Koerdisch betekent dit trouwens poep. Weet je, lekker goe? Ja, goe. Goe. Goe, ach. Cheesecake. Bruine koe. Met koe. Ja. Kauwee. En chocolade. Op de kaart staan die vragen die je moet beantwoorden. Oh, wat weet die vragen? Alleen ja of nee is niet genoeg. We gaan dus nu het spuiten en slikken spel doen. Want veel werd het niet, dus ik dacht beter een spelletje spelen. Vol overgave en zo sexy mogelijk. Weigeren is geen optie. Er gaat iemand slippen vandaag. Yes, vanaf, dan ben ik nu wat als eentje. Misschien wordt het. Ja, kijk maar, even als voorbeeld. Lees even voor. Oké. Heb jij wel eens marihuana gebruikt? Serieus? Oké, even serieus. Oké, ja, dat is. Ja. Dat zag het even, geloof ik. Schat, jij moet ook. Ja, weet ik, maar eerst gaan jullie. Hey, gooi eerst met je rust, niet met de. Oké. 3, 2, 1. 1 minuut per persoon, hè? Of we met z'n allen. Odin gaat nu weer weg. Met mama Selsen en papa Hos mee. De ouders. En we hebben echt net een heel leuk spel gespeeld, hè? Ja. We hebben wel gelachen. Dus je heeft mij lapdance gegeven. Ja, dat hebben jullie helaas niet gezien. Dat was iets heet voor woorden. Inderdaad. En het is ook niet de laatste keer. Het werd te heftig. Want het werd te heftig. We gaan het vatten. Volgende ja, keer. We gaan er vervolg op geven, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Je gaat missen, Poppy. Ja. Het was wel heel gezellig, jongens. Ja, echt waar. Best avond. Ja, echt. Ja. Echt heel leuk. Ja, ik wil liever. Bye bye. Doei, doei. Zijn we er zo meteen? Jullie ook. Veel succes met Odin. Doei, doei. Doeg. Nou, Sel en Hol zijn weg. En ik ben zo blij dat ze blij zijn met hun cadeau. Het was echt heel leuk om te zien hoeveel liefde ze al voor zo'n beestje zo snel kregen. We hebben echt een hele gezellige avond gehad. Lekker gourmet en filmpje gekeken was er niet meer van geworden, maar we hebben gewoon lekker een drankje gedaan. Shishetje gerookt en oh ja, de spel spuit en slikken gespeeld. Dat was echt heel grappig. En Gio's nu even douchen en dan gaan we zo ons bedje in. We gaan nu lekker slapen en morgen is eerste kerstdag. Dan gaan we naar mijn familie toe en dat ga ik ook sowieso vloggen. Dus als jullie dat willen zien, moet je kijken naar mijn volgende filmpje. En dan zie ik jullie morgen weer. Slaap lekker. Doei doei.